In dit filmpje gaan we laten zien wat de navigatiemogelijkheden zijn van de Garmin Fenix 5 Plus. Die toestellen hebben natuurlijk allemaal een kaart erin zitten, waardoor ze ook kunnen navigeren. Het is natuurlijk geen volwaardig fietsnavigatiesysteem, maar ja, als je hem toch bij hebt, is het toch zeker bruikbaar. Je kan op verschillende manieren navigeren. Je kan natuurlijk een koers maken van tevoren in Garmin Connect. Je moet er wel rekening mee houden dat het apparaat wel even tijd nodig heeft om zo'n koers te activeren. Een koers van 25 kilometer moet hij zo'n 10 minuten overrekenen. Wanneer je de Fenix zelf een route laat bepalen, is hij wat sneller. Dan maakt hij bijvoorbeeld drie routes van 25 kilometer in een minuut of vier. Nou, hier op beeld zien we het kaartscherm voor je met de duidelijke pijl, de afstand tot de afslag. Dus ja, op die manier navigeert hij goed. Kom je bijna bij het punt, krijg je ook in tekst te zien wat er moet gebeuren. En ook die tekstinformatie, ja, die tekstpop-up krijg je ook te zien als je gewoon aan het navigeren bent met je datavelden voor je. Zoals je hier kunt zien, linksaf op IJsselstollenlaantje. 140 meter, 132 meter. En zo telt hij af. Daarna gaat hij weer terug naar je telletjes, je informatie, die je natuurlijk allemaal naar wens kunt gaan instellen. Je kan natuurlijk met verschillende schermen werken. Ik kan ook op een gegeven moment zeggen, nou, ik ben klaar met fietsen, ik wil terug naar start. Dan kan je dat op twee manieren doen. Je kan trackback, ga je weer dezelfde weg terug. Of je kan gewoon een route be laten bepalen. Dan gaat het apparaat gewoon een route uitrekenen van het punt waar je staat naar je startpunt van je activiteit. En vervolgens zie je ook gewoon de pijlen in beeld met de aanwijzingen. Dat rekenen doet hij vrij rap. Uiteraard gaat hij ook herberekenen als je afwijkt van je route. De kleurenscherm is goed te zien. Ook in zonlicht is het scherm van die Fenix gewoon ontzettend duidelijk zichtbaar. Misschien dat hij soms net even één tikkie traag is. Als je de bocht voorbij bent, zie je dat misschien op de kaart net één tel later. Maar ja, het is gewoon heel duidelijk wat er moet gebeuren. Wat ook mogelijk is, is de Varia radar te koppelen. Hier, als je goed kijkt, zie je aan de rechterkant een oranje lijn met een wit stipje. Dat betekent dat er een auto nadert. Nou, als je goed op de schaduw let op de achtergrond, dan zie je die auto passeren precies op het moment dat het witte stipje bovenaan in beeld is. Ja, op die manier weet je dus dat er wat aan zit te komen. Dat geldt voor verkeer van dat wat van achteren komt. Tot 170 meter afstand ziet hij het. Nou, na je rit kan je rit bewaren. Leuk bij een nieuwe horloge, je hebt gelijk allerlei records. Je krijgt je trainingseffect te zien. Die aerobe training, die anaerobe trainingseffect. Hersteltijd geeft het apparaat weer. Je kan natuurlijk de verschillende details gaan bekijken van je route, hoe lang je onderweg bent geweest. Dat soort dingen kan je ook gewoon terughalen bij de widgets op je horloge. Daar zie je dan in beeld je laatste rit. Je kan natuurlijk ook je voorgaande dingen terugzien. Details van je activiteit, hartslag, gemiddeldes, ja, noem maar op, alles wordt gezien. Nou, inmiddels is de route ook gesynchroniseerd met Garmin Connect. Hier zie je natuurlijk je hartslaginformatie, stijging, ook alle informatie verder. Heeft de rondetijden, mocht je dat hebben ingesteld. In dit geval 5 kilometer ronde zie je je tijden terug. Je kan de route nog op de kaart gaan bekijken. Natuurlijk is al deze informatie ook in Garmin Connect terug te vinden op je telefoon, wat misschien nog net iets makkelijker en sneller te bekijken is. Maar ja, het horloge zelf kan ook al een hoop gegevens weergeven. Informatie over de trainingsintensiteit. En welke hartslagzone je bezig bent geweest. Met verschillende kleurtjes. Hoogteprofiel van je route. Nou, in dit geval niet een hele spectaculaire klim gehad. En ja, toch een hoop informatie die dat horloge voor je kan verzamelen. Dank voor het kijken.